Ondernemers van de Varkensstraat zijn het niet eens met de voorgenomen plannen van de gemeente om de horeca in te perken. De gemeente zegt dat er onder andere problemen zijn met de veiligheid. RTV Arnhem sprak met Giel Harmsen, eigenaar van Bar 41 uit deze straat. Zojuist is het voorstel aangenomen over de Varkensstraat met als doel eigenlijk de nachthoreca daar langzaam uit te verdrijven. Hoe kijk jij er tegenaan als eigenaar? Ik weet dat er enigszins een probleem van veiligheid geweest is op de Varkensstraat. In mijn ogen is het grootste probleem, die zijn in principe al opgelost. Door bepaalde ondernemers die er hebben gezeten en nu weer vertrokken zijn. Maar dan alsnog wil de gemeente Arnhem dus inderdaad van de avondhoreca af in de Varkensstraat. Wat is er mis met die manier? Als je gaat kijken naar een traject van 10 jaar, wat de belastingbetaler 60 miljoen kost. Of in principe, en dan ook nog eens keer met de onvrede van de exploitanten zelf. Die toch jarenlang, ik zit er zelf 10 jaar, jarenlang graag in Arnhem hun onderneming voort hebben gezet. 60 miljoen investeren in vastgoed. Terwijl de pandeigenaren in principe helemaal niet van hun pand af willen. Omdat het natuurlijk een jaarlijks winstgevend iets is. En dan alsnog, stel dan dat ze na 10 jaar al het vastgoed over hebben genomen in de Varkensstraat, dan kan ik gewoon het einde van mijn huurcontracttermijn, heb ik een optie van 5 jaar, dus kan ik er blijven zitten zolang ik wil. Hoe kan het beter dan? Nou, door gewoon met ondernemer gaan te praten, want wij weten zelf ook dat het een onveilige straat is en dat het vroeger veel fijner ondernemen was dan dat het nou is. Want eigenlijk het probleem wat hun zien, dat zien wij natuurlijk zelf ook omdat we midden in de dronken mensen staan. Dus wij weten het eigenlijk als geen ander. En in principe hebben we zelf ook al hele leuke locaties. Ja, op een andere locatie gezien, op een andere plaats gezien, op de Korenmarkt zelf. En in principe zijn alle ondernemers bereid om in goed overleg, tenminste de avondhoreca, toch wel zelf van hun exploitatie af te staan. Dus dan zouden ze uitgekocht worden? Ja, in principe lijkt mij dat de goedkoopste en de snelste manier, ja. Diverse horecaondernemers geven aan dat ze er toch niet helemaal voorstander zijn van het voorstel. Waarom zijn jullie daar wel enthousiast over? Nou, wij vinden dat dit een heel goed voorstel is en nu ook een goed besluit van de gemeenteraad. Omdat we in maart als gemeenteraad unaniem, dus echt alle partijen waren voor, hebben vastgesteld dat te veel gedoe is in de Varkensstraat. En het goed is dat de horecafunctie langzamerhand de Varkensstraat gaat verlaten. Dus dat het de Varkensstraat op termijn ook andere functies krijgt, zoals bijvoorbeeld wonen. Ik heb een aantal ondernemers gesproken. Er werd onder andere gezegd van, wij staan best voor open om uitgekocht te worden. Dat is volgens mij goedkoper, zeggen zij, dan het huidige voorstel. Het is sneller en wij worden er blijer van. Waarom is daar niet voor gekozen? Nou, een deel van het besluit van de raad is ook om juist geld beschikbaar te stellen. Om in afspraken met de ondernemers te kijken of zij op het moment dat de gemeente panden aankoopt, of die exploitanten ook kunnen worden uitgekocht. Dus ik zie heel grote kansen voor exploitanten om ook een nieuw bestaan elders op te bouwen. Waarom niet nu meteen gewoon dan met hun praten over uitkoop? Het is nu even aan het college om nu na dit besluit van de gemeenteraad in overleg te treden met de ondernemers. Het gaat er nu allereerst om dat eigenaren die dus panden hebben, het pand ook daadwerkelijk te koop aanbieden aan de gemeente. Als dat niet gebeurt, dan verandert er ook even helemaal niks. Dus ook voor de exploitanten die daar op dit moment bijvoorbeeld huren. Zolang dus de pandeigenaar niet verkoopt, verandert er niets.